Yo, ik ben Kleine Prins en als het aankomt op de liefde, kan ik wel een handje gebruiken. Daarom ga ik met 6 bekende TikTokkers op date om alles te horen over het ins en outs van hun leven, het daten en de liefde. Vandaag ga ik op date met de bekendste zittenblijver, Levi van den Brug. Wow. Hoe is dat? Goed met jou? Je dacht, ik neem een subtielste tas. Ja, weet je, moet je door. Kan je aannemen? Als je wil, dank je. Oh my god. Blijf je slapen, hè? Levi, hoe is het? Ja, lekker met jou. Ja, goed. Heb je zin in onze date? Ja, heel veel. Nou, ik heb deze voor jou. Dank je, ja. Speciaal geplukt. Nou, thanks. Ja, ik zat te denken voor onze date. Laten we beginnen met onze pizza zelf maken. Mm-hmm. Er zit wel een kleine draai aan. Ik ga straks vragen stellen. En bij elke vraag die jij goed beantwoordt, mag je een topping erbij vullen van de pizza die je hebt uitgekozen. Oké. Okay. Klinkt dat goed? Ja, zeker. Ja? Gaan we niet zoals met je examen zakken, of wel? Nee. Oké, okay, dan. Gaat zo net zoals dit jaar gewoon halen. Dan gaan we. Ik kan ook wel voor de barbecue bacon deluxe gaan, maar dan lijk ik echt zo'n Amerikaanse kraai. Kennen jullie dat volkslied? Oké dan, ik heb hier het menu. Oké. Er zijn heel veel pizza's. Je mag er eentje uitkiezen en dan kunnen we die maken. Oké, laten we de courgette en ricotta doen. Oké dan, klinkt lekker. Let's go. Levi. Ben je ready? Ik ben zo ready. De eerste vraag, en ik denk dat jij als geen ander hem goed kan raden. Je kan niet slagen voor je eindexamen. Is dat waar of niet waar? Nou, ik kan die antwoord zeker voor je bevragen. Ik denk dat het zeker wel kan. Ik denk dat het wel kan. I did it. Ja. Het duurde wel 2 jaar, dus je moest wel je best doen. 2. Effort for an effort. Oké, okay. Nou, je mag beginnen met de kaas. Terwijl je bezig bent, heb ik de volgende vraag. Helemaal goed. Wat is de slogan van een New York pizza? Never a day without dough. Never a day without dough. Nou, je hebt het dus fout. Ja. Geen courgette. Helaas. Jammer de bammer. Maar de volgende vraag. Wat is het Engelse woord voor een pizzapunt? Pizza slice. Ja, ja, een slice. Je mag er wat ricotta op gooien. Ja. Ik heb er inmiddels courgette op gegooid en wat ricotta. Ik wil wel gewoon die goede pizza doen. Ja, je wil de hele experience. Ja. Snap je? Oh, ja. De nieuwe. Jij ook bij mij, hè? Ja. Ja. Ben je ready voor die volgende vraag? Ja, zeker. Ja? Als het randje van een pizza een tv-presentator zou zijn, wat zou zijn naam zijn? Weet ik veel. Krusty, weet ik veel. Het antwoord is Carlo Hardekorst. Ah, right. Dat... Snap je? Omdat het ook een Carlo... Nee? Nee. Ik vind eigenlijk dat het best wel moeilijker was, want die grap was best wel grappig. Sorry, maar dit had ik ook niet geraden. Laten we even heel eerlijk zijn, dit had ik ook niet geraden. Als je wilt kunnen steenpapier schaar doen en dan als je ja, wint... een goeie. Doe jij steen, doe ik schaar. Steenpapier schaar. Oké, okay, dan. Ik vind hem niet vrolijk voor me. Ik denk dat je deze vraag wel goed gaat beantwoorden. En laten we het doen. Er zijn nog 2 ingrediënten over van de pizza die je hebt uitgekozen. Dus laten we het doen als je deze vraag goed beantwoordt. Ja. Dus 2 ingrediënten erop mag gooien. Omdat jij het bent. Omdat ik het ben. Nou, ja. Oké. Okay. Wat is de standaard saus op een pizza? Tomatensaus. Ja. Toch? Nou. Ja, oké dan. Oké, de pizza's zijn ready. They're ready. Je hebt geen courgette. Wel jammer. Maar ze zijn wel loaded, dus weet je het. Moet wel. Ja, oké dan. Zijn de proteïne op nacht? Gaan we hem in de oven doen? Let's go. Ja, je kan hem opzetten, pas op je vingers. Ik doe even mijn kelder erbij. Stefan, kunnen wij naar onze tafel gaan? Ja, yeah, let's go, kom maar mee. Cheers. Op de date, hè? Ja. Mm. Ik ben benieuwd wat je in petto hebt. Vind je het lekker? Heerlijk. Ja? Ik zou echt over het hof gaan. Ik hoop dat jij het hebt gemaakt. Ja. Ja. En dat voor iemand die klein is, dus eigenlijk toch wel... Ja, weet je, dan kun je misschien niet zo moeten judgen op je lengte. Nee. Niet eerlijk, niet netjes van mezelf. Nee. Zullen we gelijk met een deur naar huis vallen? Is goed. En wij zijn samen naar Ibiza geweest. Oh, nou goed, ik was het bijna vergeten, ja. Ja, maar daardoor was je niet geslaagd. Ja, klopt. Hoe was het om terug te komen in Nederland? Nou, kijk, ik dacht al dat ik het niet ging halen. Dus toen ik terugkwam in Nederland, dacht ik, ja, ik heb er in ieder geval lekker een chill vakantie op zitten. En toen begonnen mijn examens. En die ik daarna heb gedaan, heb ik echt de beste gedaan. Dus heb ik feitelijk Ibiza? Nee. Had ik gedacht, had ik misschien toch iets beter moeten leren op Ibiza? Ja, maar ja, dat zijn alle dingen achteraf. Waarom dat deed je wel op Ibiza dan? Ik ben gewoon heel erg bij mezelf gebleven. Ja. Ik dacht van, wat wil ik? En dat was zeker niet school op het moment. Oké. Okay. Ja. We zijn ook naar op wintersport geweest. Mm-hmm. En ik heb je zowel op Ibiza als op wintersport zien praten met iedereen. En volgens mij ben je best wel een roller queen. Is er wat juice, zeg maar, waarvan jij weet dat niemand weet? Nee. Why the fuck you lying? Why you always lying? Ik kan het ook zonder te lachen zeggen. Ja, er zijn zeker wel, het is wel vast wel juice zijn, maar ik kan het me even niet meer heugen. Ja, wel, maar dat is niet echt juice. Maar ik weet wel dat ik een keer heel erg ben uitgegreven op de piste met die ski-wedstrijd. Ja. Ik kan me nog wel herinneren waarop dat echt juice is. Ja, ik weet het. Oi, nou joh, ik ben benieuwd. En zo, voor mij is het wel echt goed uit. Kunnen we hier even een shot van krijgen?
En ik dacht nog, hij gaat er niet uitzien, maar dan heb je hem toch voor onderschatten. Ja, alleen, hij is niet zoals mij. Hij mist het hoofdingrediënt courgette, geef ik niet. Ja. Ja, weet je, je kunt niet alles hebben in het leven. Bij mij krijg je wel dat alles in één pakket. Daarom. Maar het is wel een idee, dus ik probeer wel een beetje indruk op je te maken natuurlijk. Ja, maar wil je een slice met courgette ook? Ja, eigenlijk wel. Voor straks? Ja. Oké dan. Bon appetit. Ja man. Cheers. Je doet best wel veel filmpjes op internet en zo. Mm-hmm. Heb je ook dat je je schaamt voor iets? Want je zet jezelf best wel als grappig iemand op internet. Ja, ik heb vaak wel, als ik de cultuur erop heb staan, denk ik wel wat heb gedaan. Dan hou ik het er vaak wel weer af. Ja. Ja. Het is gewoon mijn ADHD. Als ik het in een ADHD bij plaats, dan... Dan doe je het en dan heb je zeg maar... Ja, dan word ik weer rustig en denk ik, oh... Toch niet zo grappig. Waarom? Je bent inmiddels wel 18, toch? Ja. Voordat het FBI binnenkomt. FBI, help je dan! Hoe voelt het om zeg maar best wel bekend te zijn? Hoe ga je daarmee om? Niet heel erg zeggen waar ik woon, maar ik heb er niet echt heel veel last van of zo. Als ik naar een festival of zo ga, dan word ik wel een beetje overprikkeld. Maar voor de rest, ja, je hebt er ook gewoon wel zelf voor gekozen. Dus. En ik vind mezelf ook echt een Beyoncé, dus het valt allemaal mee. Anything for you, Beyoncé! Een Beyoncé. Nee, dat vind ik niet. Oh, niet? Ik vind mezelf geen Beyoncé, nee. Oh, ben je wel een beetje hoor. Nee. Nou. Nou goed, we kennen elkaar van reizen. Mm-hmm. Eigenlijk. Bristol International for that. Ja, best wel hè. Mm-hmm. Waar zouden we als New York Pizza weer ergens naartoe gaan, waar zouden we dan heen moeten gaan? Nou, doen we lekker weer naar Ibiza. Ik kan wel wat zon gebruiken eigenlijk, vind je niet? Je komt net van vakantie, toch? Ja, klopt. Ja. Ik wil gewoon wat zon hebben. Ja, ja oké. Okay. Inderdaad. Vitamine D-bel gaat er weer naar beneden, hè? Ja. Twee dagen. Dan kan je wel wat vitamine D geven. Ja, dat zou wel. Hier ben ik, hè? Ja. Ja. En heb je nu dat je eindelijk geslaagd bent, toch? Oh mijn god, ja. Dat is dit jaar? Die 5 jaar arbeid. Ja, toch? Ja. Heb je nu dat je eigenlijk ook weet wat je gaat doen hierna? Ja, ik ga het dansschool doen. Ja? Ik ga nog steeds studeren. Ik wist het heel lang niet, hoor. Ik wilde eerst eigenlijk, ik wilde ook even 3 maanden acteur worden, maar toen dacht ik, nou, het is niet echt voor mij. Dus nu ga ik maar hotels doen. Oké, okay. Ja. Om een hotel te runnen of zoiets. Je kunt er heel veel mee doen. En ik weet, omdat ik echt een spanningsboog heb van echt een uur, doe ik elke week wat anders. Dus dat is wel ideaal, want dan kan ik gewoon alles wat ik wil doen. Maar niet als we aan daten zijn, toch? Nee. 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 It's always scared. Hoi. De dilemma vraag. Fuck it. Ben je er klaar voor? Mm-hmm. Nooit meer je moeder nadoen. Of nooit meer op een influencer trip? Ja. Nooit meer op een influencer trip. Wat dan? Ik weet niet, ik hou van mijn moeder. Ik doe dat zo vaak, ik doe het letterlijk elke dag. Minimaal 3 keer per dag. Ik kan het niet doen. En hoe vindt je moeder dat? Leuk, ze moet erop lachen. Ja? Ja, nog wel. Heb je 1 keertje wel op je donder gekregen van Levi, haal dit nu ervan af? Nee, want ik overleg het wel altijd eerst op de plaats. Ah, dat is niet waar. Zeg maar, ik zeg wel altijd van, als het echt niet chill wordt, hou ik het er wel af. Ja. Dus nee, we hebben nooit echt een show. Oké, maar ja, jullie is best wel veel humor in het huis. Ja, echt oprecht. Wij zijn echt gewoon beste vrienden. Zij vindt van niet, maar ik vind van ook. Ja, ik vind het goed gaan. Ik ook. Ik vind het leuk. Chill, ja. Een beetje spanning. Maar ik vind het ook leuk dat jouw sociale batterij echt gewoon tot hier zit. Dat merk je aan alles. Dat is top. Ja? Zou je liever met de introvert of extravert willen gaan? Ja, maar extravert. Want dan ben ik zelf... Nou, misschien gewoon een beetje van beide. Ik wil niet een heel druk iemand. Ik wil ook niet een heel rustig iemand. Ja. You get what I mean? Dus een beetje in balans houden. Ja. Heb je ook red flags? Mm-hmm. Witte shirts met groene letters erop. Microfoontjes, aanshirts. Ik vind bruin haar best wel icky. Snor. En arm haar, maar meer niet. Ik heb helemaal niet zoveel arm haar, gek. Nee, ik heb echt, jawel. Ja, weet je wat het gewoon is? Ik kijk van heel zo over red flags heen. Dat is ook een beetje mijn probleem. Misschien dat mijn dating leven daarom ook zo de bodem van de oceaan ligt. Maar je hebt niet echt red flags dan? Of ik zelf red flags heb? Nee, zeg maar die jij hebt in mensen. Nee, ik vind het wel echt een red flag als iemand veel liegt. Dus die heb je dan al sowieso. Ik vind, ja, en ik vind gewoon kleiner dan ik wel echt een red flag. Ja. Ja, sorry. En als we het van die hakken aandoen en dan wel langer? Ligt eraan dat als het pumps zijn, ja, dan kunnen we wel ergens wel levelen. Sorry, ik moet je denk ik verstoren. Het is net zo gezellig. Ben je klaar voor volgende date? Ik bedoel... Dit was zo niet de afspraak. Ik zeg letterlijk dat ik niet van liegen hou. Ik ben hier echt zo klaar mee. Gewoon 1 seconde, gewoon niet liegen als het kan. Ja, laten we... Ik wijs je wel naar de deur. Ja. Ik doe het wel even. Nou, Levi. Ja. Hoe vond je het? Ja, ik lacht helemaal. Ik vond het einde dat ik erachter kwam dat je gewoon niet zo loyaal was als dat dacht. Nee, dat was... Expresso, ja, dat maar... ik tegen Teffen zei, hij van red flag. Doe even een grote act. Ja, precies. Maar nee, Wingman... Ik had het memo al wel een klein beetje meer opgetreden. Ja. Maar, het dilemma van je leven. Wordt het een pizza slice? Of wordt het een mijn avondje weg? Ja, ik hou wel van een beetje toxic, dus dan ga ik het gewoon wel het avondje. Ja? Ja. Oké dan. Nou. Teffen, geniet jij van je pizza slice? Ja. Gaan wij er vandoor? Ja. Weet je, Tef, sta jij even al? Doe maar eens, mijn nakmolk.
Ja, ja, zo, dat vind ik. Hé dan. Oh, zo, het is warm, gek. Ja, warm.